gemeente Wijchen kampt momenteel met een tekortkoming aan vrijwilligers bij verenigingen en clubs. Een aanzienlijk probleem dat ook geldt voor andere regio's. Jennifer Zijlstra van Kernachtig Wijchen denkt dat tijd het grootste probleem is wat betreft vrijwilligerswerk bij Wijchense verenigingen. Nou ja, ik kan niet zeggen in hoeverre precies de cijfers zijn. Het is een signaal wat ik krijg vanuit mensen uit Wijchen. Mensen die mij benaderd hebben en zelf natuurlijk in bestuursfunctie gezeten, al van jongs af aan bezig in Wijchen. En je merkt gewoon dat het heel veel tijd kost en vraagt. En dat mensen het natuurlijk al zelf heel druk hebben om dit soort taken erbij te gaan doen. De vraag is nu wat het college in Wijchen gaat ondernemen tegen dit probleem. Nou ja, dat ze hierover na gaan denken van goh, hè, er komt ook nog budget vrij vanuit de overheid. En er zullen wat sportakkoorden in het land gesloten worden en daar zijn ze al druk mee bezig. Of dat budget misschien ook plek heeft om als mensen een cursus willen doen, dat de bestuursfunctie wat minder zwaar voor hun voelt. Ja. Ik denk, waarom niet? Nou ja, ik ben heel trots op het verenigingsleven wat we hebben in Wijchen. Ik denk een hele hoop mensen in Wijchen met mij. En dat we dat moeten koesteren. En dat we gewoon met z'n allen daarover na moeten denken. Van hoe maken we het voor iedereen prettiger dat we ons mooie verenigingsleven in stand weten te houden. En daar laat ik graag het college over meedenken. Zijlstra nam zelf ook een kijkje bij verenigingen in de gemeente. Nou, ik heb laatst een vereniging gesproken, hier op de Woezik. Dat is hard werken. En zeker de bestuurdersfuncties, ja, daar zit echt heel veel tijd en verantwoordelijkheid in. En je ziet dat vaak bij dezelfde mensen terugkomt. En hoe mooi zou het zijn als we daar met z'n allen over zouden kunnen denken. Misschien dat dat op een andere manier zou kunnen. Hè? Gewoon dat je één functie met z'n tweeën bijvoorbeeld invult en niet één persoon. Maar ja, weet je, dat kan ik wel denken. Maar ik denk dat dit een mooi opstapje is voor de toekomst. Om te kijken wat hebben de clubs nog verder nodig in de verenigingen. En dat het college daarover meedenkt.